eerste opdracht die we ze gegeven hebben, is een interpretatie maken van hun eigen signature dish. Dus Gert gaat een gerecht maken van Sydney en Sydney gaat een gerecht maken van Gert. Sydney, jij gaat de palling in het groen maken? Ja, ik vind hem heel lekker als je hem een beetje culinair gaat maken. Want het is een gerecht met veel ballen. Ik vind het lekker als het een klein hapje is, wat gewoon heel veel smaak heeft. En wat ik dan doe om het echt een beetje power te geven vanuit de paling zelf, doe ik er aan de onderkant heb ik kalfstong. Dan leg ik hem in een klein beetje dashi met een beetje milde azijn. Die, als je dat samen eet, dat het best wel even een zure boost geeft, zeg maar. En dan krijg je gelijk iets spannends erbij. Daarnaast komt daar een salade bij van allerlei soorten zeewieren. Bessenwier, zeeijk, codium. En ik heb hier een beetje wakker mee. Hoe kan het toch zijn dat niemand hiermee werkt? Want als je dit stooft, het is echt fantastisch. En dan komt er saus bij op basis van een beetje dashi. Met een kruidenmix eigenlijk van dragon, kervel, klein beetje bieslook, daslook. En dan maken we een gladde crème van. Toen ik de opdracht kreeg om jouw gerecht na te maken, denk ik van nou, dan moet ik er even gaan stoeien. Klinkt heerlijk. Ik kijk er naar uit. Ja. En jij? Wat ga jij doen? Ik heb me vooral laten inspireren door uiteraard de makreel, maar ook door de gerookte schelbislever. En dus in plaats van rode biet heb ik rode paprika gecombineerd. Dus we hebben die rode paprika's gepoft op houtskool. Ja. We gaan die aanmaken met een beetje sherryazijn, olijfolie, shallotje erin, een beetje pimenton, een beetje pit opgeven. Ik heb nogal graag een keuken met uitgesproken krachtige smaken. Het moet niet te braaf zijn in een keuken. Als je een wijn hebt, heb je een afdronk van een wijn. Hè? Maar ik vind dat ook belangrijk in een gerecht, dat echt zo... Ja. Bam! Wat gaaf. Het is een gerechtje dat we gaan dresseren in opbouw. Dat is de onderste laag van het gerecht. Dan komt daar gemarineerde makreel. En dan komt de gerookte geitenkaas. Okay. En het is de bedoeling eigenlijk dat ze met een lepeltje... Het is eigenlijk meer iets voor in het midden te zetten en met z'n tweeën te genieten. Van boven naar beneden. En we hebben anchovieskekkers gemaakt. En ze moeten dat dan lepelen op die cracker en zo. Leuk. Het voordeel is dat deze gewoon goed klaargezet kan worden. En dan doe ik hem gewoon verpakken als een pakketje. Dus de kom moet erop. Echte umami. Mm. En dan bind ik hem op als sushi. Gewoon eromheen. That's it. Ja, dat is leuk. Lekker strak. Dan gaan we verder met de makreel. Dus dan gaan we die anchovies voorzichtig onder die makreel mengen, dat mooi verweven zit. Dat is een eenvoudig tartaartje. Is dat straks klaar om verder te gebruiken. Het is echt een mengsel van allerlei kruiden, maar voor de hoofdkruid is wel dragon. Sydney Secret. Deze kan je proeven. Ja. Kijk. Ja, we hebben ondertussen onze tartaar van makreel klaarstaan. Onze gepofte puntpaprika hebben we klaarstaan. Rest er ons nog enkel de verse geitenkaas dat we een nachtje gerookt hebben op geschaafde beuk. En we gaan dat opwerken met een heel klein beetje room, 40%, voor een mooi fluwelig resultaat. En we serveren dat met de crackers die we gemaakt hebben, een soort flatbread. Op basis van anchovies. Dan ga ik de zeesla stoven. Een klein beetje codium, een klein beetje zeeijk. De bessenwier. En de wakker mee. En die scheur ik gewoon aan stukken. Klein salotje. En dan deze gaan er gewoon in. Net zoals deze spinazie aan het stoven ben. And that's it. Je ziet gelijk alles groen worden. Ik vind dat mooi om te zien. Ja, mooi hè. Magic. Ja, het is echt magic, ja. De paling in het groen is veel saus, dus ik doe hier ook echt wel veel saus bij. Omdat het natuurlijk ook veel kan hebben, die paling en die tong. Ja, het ziet er zalig uit. Dat zijn de gedroogde versie van de verse kruiden. En waarop we dan nog het gerechtje lichtjes gaan roken, eigenlijk voor de reflectie te hebben naar de gerookte schelbislever. Ja, mooi. Dat zit. Heel mooi. Vet. Het ziet er echt heel cool uit. En ik weet zeker dat het ook super lekker is.